Beste mensen, van harte welkom bij de webinar van 29 september. De laatste webinar die het thema groepsdynamica heeft. En wat ik vandaag van plan ben te doen is vooral ook met interacties met elkaar te kijken. Welke interventies kun je doen bij verstoringen in het groepsproces. In groepen die niet helemaal prettig lopen. Waar problemen mee zijn. En een soort van samenvatting uit de vorige webinars en daar wat kriskras doorheen. Vorige week had ik een vrij abstract en theoretisch webinar. Vandaag ga ik weer proberen dat wat praktischer te maken aan de hand van jullie casuïstiek, jullie vragen die er leven van hoe gaan we die groepen met elkaar in verband brengen en hoe gaan we ze beter laten functioneren. Even de duimpjes omhoog als jullie mij kunnen horen. Wat mij betreft lopen alle metertjes dat het geluid het doet en dat het beeld het doet. Dus als je duimpje omhoog wil zetten, als je mij kunt horen, dan ben ik daar natuurlijk altijd blij en tevreden mee. Ik zie de eerste al komen. Helemaal top. Ja, oké, we hebben dus beeld en geluid. Mocht het zo zijn dat je moet refreshen, kijk dan even op je... in je Google Chrome browser hoe dat werkt. Maar volgens mij heeft iedereen beeld en geluid. Top. De vraag is, wat is er aan de hand in de groep? Waarom functioneert een groep wel of niet lekker? En welke interventies kunnen wij doen met elkaar? En dat is natuurlijk altijd weer de vraag. Niet zozeer wat doe je, maar vooral waarom zet je bepaalde interventies in? Na afloop van dit webinar is er een mogelijkheid om in Zoom deel te nemen aan een soort van nagesprek. Dat we wat terugkijken op alles wat we met groepsdynamica gedaan hebben de afgelopen maand. Zodanig dat we met elkaar in gesprek raken over welke interventies we allemaal doen en niet doen. Dus dat is voor na afloop van dit webinar. Dat is deze Zoom-link. Die komt straks helemaal aan het eind ook nog een keer terug. Zodat jullie ook weer deel kunnen nemen. En als het goed is, Koen en Dennis zijn onze moderatoren vandaag. Zetten zij hem ook voor jullie in in de chatfunctie. In Webinar Geek wilde ik zeggen, zodat jullie die kunnen volgen. Dus dat is de Zoom-meeting straks aan het eind. Even het grote plaatje. Waar zijn we mee bezig op dit moment? Nou, dat ging iets niet helemaal goed. Als je kijkt naar een opleiding, dan zit daar een groot didactisch blok in. Hoe ga je lessen geven? De bouwstenen van high impact teaching, formatief evalueren, motivatie en betrokkenheid. Nou, dat zijn het middelste blok wat we daarin hebben. Links zie je begeleiding en pedagogisch klimaat staan in dat beeld. En dat is eigenlijk waar we nu met groepsdynamica mee aan het werk zijn. En daaronder heb je weer het beslissen, assessment, examineren. Kenmerken van de doelgroep, visie op leren, leerpsychologie staat daaronder. Maar dit is even het grote plaatje. Als je dan naar al die thema's gaat kijken die we de komende maanden nog aan bod gaan krijgen, zul je zien dat die terug gaan komen. Dus volgende maand gaan we inzoomen op die didactiek. En assessment komt nog later, dus die thema's die komen allemaal aan bod. Een vraag aan jullie, en dat ga ik doen door een poll te introduceren. En dan heb je een minuut de tijd om daarop te reageren. En dat zijn wat situaties die je wellicht al een keer hebt meegemaakt. Dus wie heeft... En dan zich wel eens onveilig gevoeld in de klas. Of wie is wel eens uitgescholden in de klas. Nou, je ziet het lijstje voorbij. Je kunt meerdere opties aangeven. En ik ben nieuwsgierig van welke situaties heb je wel eens meegemaakt. Of heb je veroorzaakt. Wie heeft zich niet aan de schoolregels gehouden bijvoorbeeld. Dat soort mogelijkheden. Komen wel eens voor, helaas. En dan ben ik benieuwd naar de scores die jullie daarvan geven. En dan zie ik de groepsdynamica te positief ingeschat. Een student te streng benaderd.
helaas ook wel eens uitgescholden in de klas. De schoolregels zelf geschonden scoort heel laag. Hè. Dat is natuurlijk op zich positief. Dan zie je toch dat het aantal problematische situaties wat wel eens voorkomt, is nog best fors. Hè. Dus deze lijst is lang niet volledig. Hè. Dus als ik jullie nu zou vragen, wat voor problematische situaties heb je nog meer meegemaakt? Of waar heb je last van in groepen? Zal ik nog hele andere casuïstieken misschien krijgen? Ik ga daar straks naar vragen. Dus wellicht dat je al even na kunt denken, wat zou nou de casus zijn die je vandaag aan de orde zou willen stellen? De groepsdynamiek uit de positief inschatten. Welke interventies kan ik doen? Al die situaties die komen voor. Deze week is de week tegen het pesten. Nou, de ultieme vorm wellicht van gestoorde groepsdynamiek, misschien ook wel van interactie, is natuurlijk pesten. Ik kom daar straks nog een klein stukje op terug, hè, wat we daar aan kunnen doen, wat we er vooral ook niet aan moeten doen en in welke mate dat we daar als onderwijs, als docenten een rol in hebben. Belangrijk thema. En zeker een belangrijk thema in het kader van groepsdynamica, waar we met elkaar toch steeds alert op moeten zijn. Zijn wij alert genoeg op kwetsende, negatieve groepsdynamica die we moeten beïnvloeden als docent? En welke rol hebben we daarin? Wat kunnen we zeker wel doen en wat moeten we ook zeker niet doen? Dus vandaag dat thema ordeverstorend gedrag, maar dan echt heel fors. Ordeverstorend gedrag wel een belangrijk thema is, ook in die week tegen het pesten. Een lijstje van veel voorkomende problemen die we hebben, hè, van mild naar groot, en dat is het meeliften. Ik denk dat veel van jullie dat ervaren, dat studenten wel in een groep zitten, maar eigenlijk niet meedoen. En waarom is dat? Waarom doet die student niet mee? Welke hypothese heb je daarover? Welke verklaringsmodellen hebben we daarover, zodat we een volgende stap kunnen zetten? Als de hele groep niet mee wil met je opdracht, hè, die passiviteit, geen reactie van de groep. We hebben dat natuurlijk afgelopen anderhalf jaar veel online meegemaakt. Iedereen de camera's, microfoons uit en een hele passieve groep. Ook op de locatie heb je veel passieve groepen. Studenten die onderuit hangen, die niet actief gaan zijn. Ook bij technische opleidingen, bijvoorbeeld in een praktijklokaal, maar op die stoelen hangen. Passieve studenten. Weerstand tegen de opdracht, weerstand tegen jou als docent, weerstand tegen groepen waarin ze inzitten, weerstand tegen van alles en nog wat. En waar komt die weerstand vandaan? En is dat positieve weerstand of is dat negatieve weerstand? En dan de laatste, dat pesten, agressie, echt ordeverstorend gedrag waar je direct iets mee moet doen. Nou, al dat soort problemen gaan we, nou niet allemaal, maar we gaan eens kijken met elkaar wat we kunnen doen. De vraag om in de chat te reageren, welke situatie, welke casus in een groep zou je vandaag aan de orde willen stellen? En dan hou ik even een minuut stil. Ga ik geen uitleg geven. En even de vraag aan jullie om eens op heel kort, in 1-2 zinnen, de situatie te beschrijven waar je aandacht aan zou willen besteden vandaag. En als ik dan wat meelees met de casuïstieken die nu aangegeven worden in de groep, hè, daarom zien jullie mij soms naar beneden kijken. Het ondermijnende gedrag, autoriteit ondermijnen.
een autoriteit, dat zou jij als docent kunnen zijn. Uitlachen, dus interactie om elkaar. Dus bijvoorbeeld ook wat Marianne aangeeft vanwege de uitspraakoefeningen, dan elkaar uitlachen. Dus een student moet een veilige omgeving hebben waarin hij of zij kan oefenen. Als die veilige situatie ontbreekt en er is ondermijnend gedrag of negatief gedrag in de interactie op elkaar, hoe ga je daar mee om? Aanpak en gevolg van online lessen aan twee klassen, hè, wat Ton aangeeft, die elkaar nog niet kennen. Hoe ga je die twee klassen bij online lessen aan elkaar koppelen? Welke interactie kan je dan doen? En hoe kom je bij elkaar zodanig dat we meer leereffect krijgen op elkaar? Ik laat dat plaatje straks ook nog even zien. Hoe krijg je die interactie voor elkaar? Studenten die niet naar elkaar luisteren. Studenten die hun laptops voor andere zaken gebruiken. Hè? Dus het weerstand bieden tegen afleiding. Hè? Dat is natuurlijk een vorm van passiviteit. Als een student zit te appen, te mailen, terwijl die eigenlijk in een groep actief moet zijn aan de taak. Hè? Een soort van alsof gedrag waar we het eerder over gehad hebben. Het lijkt alsof die student heel actief betrokken is, hè? Want hij is aan het werk, lijkt het. Maar het is niet taakgericht. Dus het is alsof gedrag. Groepjes pubers die samen de les verstoren en apart zetten, helpt niet. Dus negatieve interactie, bondjes vormen, paarvorming, allemaal van dat soort situaties die je dan krijgt. Alles ter discussie willen stellen. Dus een vorm van weerstand zou je dat kunnen benoemen. Hè? Dus alles is ter discussie. Overigens hoort dat wel echt bij het puberbrein ook nog. Hè? Dus bij bol- of bij voltijdstudenten zul je dat wat meer zien. Alles ter discussie stellen, argumenten aandragen en ook een beetje taakvermijding zit daar vaak achter. Dus waarom komen die studenten dan niet tot actie? Omdat er taakvermijding zit. De sfeer goed kunnen inschatten, dus niet inschatten op degene met de grootste mond. Hoe krijg je de mensen die wat stiller zijn, de introverte mensen, ook voldoende aan het woord? Ja, mooie casuïstieken. Groepjes die echt niet met elkaar willen samenwerken, op welke reden dan ook. Ik ga proberen mijn voorbeelden te linken aan dit soort voorbeelden. Je gaat vervolgens een keuze maken van dit soort situaties. Welke interventie ga ik doen? Ga ik iets doen? Moet ik iets doen? Wanneer ga je iets doen? Als je het idee hebt dat het leerproces van al je studenten of van een enkele student belemmerd wordt door het groepsproces. Dan ga je met elkaar nadenken, welke interventie kan ik doen, wil ik doen als docent, om te zorgen dat leerproces bevorderd wordt. Hè? Die groepjes studenten die met elkaar herrie schoppen, die keet maken met elkaar, de slappe lach krijgen met elkaar, die verstoren het leerproces van zichzelf, want ze zijn niet in staat om iets op te nemen. Hè? Ze zijn met hele andere dingen bezig. En ze verstoren het leerproces van die studenten die wel iets willen leren. Nou, welke interventies ga je dan doen? En je hebt dan de keus tussen directe interventies en indirecte interventies. Directe interventies zijn die interventies waarin je meteen bespreekbaar maakt wat het verstorende gedrag is. Dus je gaat bespreken van, goh, dit lawaaierige gedrag, die slappe lach van jullie, die verstoort het leerproces. Ik verwacht van jullie dat je jezelf inhoudt. Hè? Dat je meedoet met de taak die ik in deze groep geef. Dat is een hele directe interventie. Je hebt verstorend gedrag en je maakt dat verstorend gedrag bespreekbaar en je spreekt je verwachting uit wat je wel van ze verwacht. Indirecte interventies zijn opdrachten die je in de groep geeft, zodat ze aan het werk moeten. Werkvormen, een quiz, een rollenspel, een presentatie voorbereiden, dan leid je als het ware de studenten af, zodanig dat ze aan de slag kunnen met een indirecte opdracht om dat groepsproces te bevorderen. Hè. Dus maak ook steeds de afweging, wil ik direct interveneren of ga ik indirect interveneren? Die stappen kunnen we met elkaar zetten. En als je gaat interveneren, maak dan de analyse. En dit plaatje heb ik al eerder laten zien.
Ga ik interveneren in de middelste lijn, de harde structuur? Zijn de afspraken duidelijk? Is de opdracht duidelijk? Zijn de rollen goed verdeeld? Weten we in welke fase we zitten? Zijn de verwachtingen aan de studenten helder? Zijn de verwachtingen aan jou als docent helder? Dus op die manier, hoe meer duidelijkheid, extreme duidelijkheid, hoe beter die studenten met elkaar in de groep kunnen werken. Als je in de interactie wil interveneren, dan ga je naar de oppervlaktestructuur kijken. Ga je op inhoud reageren? Wat zeggen die studenten tegen elkaar? Hoe argumenteren ze? Luisteren ze naar elkaar? Erkennen ze de inhoud of verwerpen ze de inhoud? Of blijven ze heel vaag wat ze ervan vinden? Of ga je ook kijken naar welke relatie wordt aangekaart in de communicatie. Hè? Welk appel doen ze op elkaar? Welke uitgesproken non-verbale communicatie zie je bij die student? En die student die de ander uitlacht omdat de uitspraak niet goed is, dat is een vorm van interactie die je wellicht direct of indirect bespreekbaar kunt maken. Als je die student, dus de dader van het uitlachen, aanspreekt op een directe manier van, goh, wat wil je hier nu eigenlijk mee zeggen? Wat is je verwachting die je hebt met dit signaal? Je geeft een heel duidelijk signaal af dat je het ergens niet mee eens bent. Of dat je een mening over hebt. Zou je die mening eens met ons willen delen? En waarom is dat? Hè? Is dat jouw eigen onzekerheid wellicht? Of zou je het in plaats van uitlachen, kan je het ook zo keren dat je je medestudent helpt? Dus probeer ook die persoonlijke, relationele interactie bespreekbaar te maken. En als we naar die dieptestructuur gaan, dan gaat het veel meer over welke kernconflicten zitten er in de groep. Studenten die echt niet met elkaar willen samenwerken. Wat zit daarachter? Waarom wil je niet met elkaar samenwerken? Is dat een vorm van uitsluiten van elkaar? En waarom dan? Is dat een vorm van secundaire ziektewinst? Hè? Als ik de ander uitsluit, dan blijf ik zelf een beetje buiten de schijnwerper van het niet kunnen presteren, bijvoorbeeld. Dan ga je naar die dieptestructuur kijken. Dus op die manier heb je steeds de keuze op welk niveau wil ik gaan interveneren. En we hebben ook eerder dit plaatje laten zien, hè? De verschillende fases van Tuckman. De vormfase, de stormfase en wat is de rol van jou als docent om daarop te interveneren. Zeker die beginfases, daar hebben we het veel over gehad. Zorg voor veel interactie. Want veel interactie leidt tot een positievere waardering van de relatie over het algemeen. Wat kan je dan doen als die basis interventies vanuit de groepsdynamica. Laat zelf het goede voorbeeldgedrag zien. Dat is een hele belangrijke fase. Spreek je verwachtingen heel sterk uit. Dus wat bij punt 5 staan. Laat je gedragsverwachtingen zien. Wat vind jij belangrijk en wat vinden de studenten belangrijk? En wat mogen ze van jou verwachten? En wat verwacht jij van de studenten? Dat is dus in de oppervlaktestructuur, zowel op inhoud als op relatie, op appel wat we op elkaar doen, proberen we die op betrekkingsniveau die verwachting heel goed uit te spreken. We verwachten respectvol gedrag. Maar wat is dat dan, respectvol gedrag? En dan kun je die voorbeelden ook nog noemen, hè, van elkaar uitlachen of niet uitlachen en vinden we dat acceptabel of niet? E-mail beantwoorden tijdens groepswerk of WhatsAppen, is dat acceptabel? Nou, van dat soort vormen van verwachtingen uitspreken is op oppervlaktestructuur cruciaal. Dus 2 en 3, dus dat is vooral in die aanloopfase. Neem veel tijd voor die groepsvorming. Nou, daar hebben we de hele maand september met elkaar over gesproken. En introduceer veel verschillende groepsopdrachten, zodat er veel interactie kan zijn. Ben zelf ook consequent in de gedragsverwachtingen. Je hebt ze niet voor niks opgesteld. Dus ben daar heel streng op. Zeker in die aanloopfase. Regels
klinkt, en ik kom daar straks ook nog op terug, als dat jij ze oplegt. Maar stel ook die regels, de groepsnormen echt met elkaar op. Je kent dat schemaatje nog wat ik eerder heb laten zien. Dat als je zo'n groep niet normeert, dat de schreeuwers het voor het zeggen krijgen. Even plastisch gezegd. De mensen met de grote mond, de extraverten, krijgen het eerder voor het zeggen. Dus kijk ook heel goed naar welke afspraken, welke regels bespreken wij met elkaar. En laat zien waarom je die belangrijk vindt en waarom die studenten die regels belangrijk vinden. En pak problemen aan. Dus negeer ze niet te lang, maar pak ze aan en zet daarmee de toon over het omgaan met elkaar. Dus dit zijn belangrijke basisregels, basisprincipes over omgaan met groepen. Nou, laten we eens wat voorbeelden bij de kop pakken. En bij al die interventies die ik zo meteen laat zien, zijn meerdere mogelijkheden mogelijk. En laten we eens beginnen met een passieve groep. Je hebt weer 1 minuut de tijd. En stel, je hebt een passieve groep die niet tot actie komt. Wat zou jouw voorkeursinterventie zijn? Wat doe je meestal? Neem even de tijd om ze door te lezen. En ik ben ook benieuwd waarom kies je voor deze interventie. Dus als je daar misschien ook nog in de chat nog eens wat tekst aan kunt wijden. Waarom zou je nou deze interventie kiezen en geen andere? Want het gaat bijna altijd bij interventies over het waarom. Je zult al zien, daarom is het ook, kun je meerdere opties kiezen. Er zit geen goed of fout in deze interventies. Denk weer aan die uitspraak van Dylan William. Niks werkt altijd, veel werkt een beetje en het gaat altijd over de condities waaronder het wel of niet werkt. En dan zie ik de passiviteit bespreekbaar maken. De 24% van jullie kiest voor die interventies. Dat is dus een directe interventie om meteen het groepsproces ook bespreekbaar te maken. Dus beste student, ik zie dat jullie niet aan het werk gaan. Ik verwacht van jullie dat jullie met deze taak bezig gaan. En dan kijk ook heel goed naar het effect. Gaan ze dan aan de slag? En waarom gaan ze dan wel aan de slag? Dus dat ook dat onderzoeken waarom ze niet tot actie overgaan, dat is een hele belangrijke. Zit dat nou in de harde structuur? Kan zijn dat de opdracht gewoon niet helder is. Als we de opdracht vaag laten, dan kan het zijn dat studenten heel veel tijd nodig hebben om met elkaar het proces te bespreken waarom ze wel of niet tot actie overgaan. Als de tijd niet helder is, hoe lang mag ik over deze opdracht doen, dan zou het kunnen zijn dat ze de indruk hebben dat ze daar nog 2-3 weken de tijd voor hebben en dat ze tot uitstelgedrag geneigd zijn. Dus de sturingsprocessen ontbreken dan. Ze niet goed begrijpen qua informatie wat ze moeten doen, dan kan het zijn dat ze heel lang met elkaar in discussie blijven over wat is de inhoud van deze opdracht. Dan zou het herformuleren van die opdracht best een hele goede interventie kunnen zijn. Bekijk steeds na je interventie of het tot gewenst resultaat leidt. En anders ga je weer verder met onderzoek. En in dat onderzoek ga je zorgen dat ze aan de slag gaan. Dus ook korte tijd meedoen met de groep als uitgewerkt voorbeeld is de tijd. Je geeft het voorbeeldgedrag als voorzitter van zo'n groep, van jongens, ik neem heel even de rol als voorzitter op. Dit is wat ik van jullie verwacht. Zo zou je die opdracht kunnen lezen. Dit is de tijd. Zo gaan we de taken verdelen. Beste voorzitter, nu neem jij dat weer van mij over. Of je gaat de rollen herverdelen. Als iemand nog niet in staat is om de voorzittersrol op te nemen, dan kun je ook zeggen van, kan iemand anders even die rol van voorzitter opnemen om te zorgen dat we in de actiestand komen.
Dus dit zijn mogelijke interventies die je kunt doen. Nogmaals, geen goed of fout, maar kijk goed wat je zou willen bereiken. Een andere vraag. Wat doe je als er maar de halve klas aanwezig is? Dus de helft is afwezig. En wat doe je zeker niet? Dat is even een negatief geformuleerde vraag. Wat ga je dan zeker niet doen in dit hele proces? En terwijl jullie antwoorden, lees ik nog even in de chat wat er gezegd is. Dennis en Koen reageren daar natuurlijk ook op. Ja, ik zie ook meedoen om de studenten uit hun passiviteit te halen. Gerard zegt van meestal leg ik het nog eens uit. Met een snap je dat dan niet gevoel. Ja. Een groep studenten uitnodigen voor een gesprek. Hè, dus dat is ook een hele directe interventie. Dan ga je met die studenten ook in gesprek. Juist met die passieve studenten. Nou, wat doe je zeker niet als er de halve klas aanwezig is? Vragen waar de rest is. Geïrriteerd raken. Jouw eigen irritatie mag een pedagogische irritatie zijn, maar dat heeft weinig zin om die te beleggen bij die studenten die er wel zijn. Ook diegenen die er wel zijn, bevragen op waar de rest is. Dat is vaak een interventie die niet zo heel effectief is, want juist die mensen zijn er wel. Die zou je moeten belonen. En belonen dan niet zozeer met informatie voor de toets, al kan dat wel verrekte interessant zijn om dat wel eens te doen. Hè? Dat kan wel een stimulerend effect hebben. Het is qua toets inhoud natuurlijk niet acceptabel. Hè? Het is een soort van beoordelingsfout. Maar het kan wel eens een klein... Nou, heb ik niet gezegd. Maar het kan soms wel heel handig zijn. De les stoppen, dit heeft geen zin. Zeker niet doen, hè? Want dan belemmer je de anderen weer in hun leerproces. Richt je aandacht op die studenten die er wel zijn. En zorgen dat zij heel veel toegevoegde waarde hebben, dat daar een positieve uitstraling van uitgaat. Zodat dat rond gaat zingen van je moet echt bij deze lessen zijn, want daarmee krijg je veel meer begrip, veel meer aandacht, een positieve sfeer om dat voor elkaar te krijgen. Een volgende. Weerstand. Hoe ga je om met weerstand in een groep? Welke interventie heb jij als er weerstand is in de groep? Dus dat is een belangrijke interventie. Hoe ga je om met weerstand? Tegen jou of tegen de opdracht? Ingewikkelde dilemma's vaak. Hè? Wat doet dat ook met je? Dat doet ook met jou iets als docent. Weerstand geeft vaak negatieve emotie. Je wordt er heel alert van over het algemeen als docent. Maar het geeft ook, dus het is een activerende emotie. Denk nog even aan die webinars van vorig jaar. Activerende en deactiverende emotie. Maar vervolgens moet je er iets mee. Denk ik. Want weerstand kan het leerproces van heel veel studenten belemmeren. En wat is dan de volgende stap om die te zetten? Twijfelen aan jezelf is altijd een goede interventie. Wat doe ik verkeerd? Ben ook heel argwanend naar jouw groepsdynamische interventies. Wat kan ik anders doen? Waar heb ik in de harde structuur iets gemist? Waar ben ik niet alert geweest op het betrekkingsniveau in de interactiestructuur? Welke zwakke signalen zie ik nou in die dieptestructuur die ik gemist heb? Waarom zit deze groep in een als-of-modus? En blijven ze maar bespreekbaar maken, alles ter discussie stellen. Dat voorbeeld van alles ter discussie stellen. Ik zie in de reactie dat er de weerstand bespreekbaar maken. 38% geeft aan van dat ga ik doen. Dat is een hele directe interventie. Vaak krijg je dan een soort groepsgesprek, een discussie op gang die heel contraproductief werkt. Dus ik zou misschien al eerder zoeken naar indirecte manieren om die weerstand te doorbreken. Dus door een andere opdracht te geven, een rollenspel te geven of een communicatieopdracht te geven, de wederzijdse afhankelijkheid te stimuleren in die groepsopdracht, dat ze niet anders kunnen
dan met elkaar te gaan samenwerken om te zorgen dat die groepsdynamica op gang komt. Als je het direct bespreekbaar maakt, alles wat je aandacht geeft groeit, zo'n tegeltjeswijsheid, maar dat is ook met weerstand. Als je die weerstand heel veel aandacht geeft, wordt die vaak alleen maar groter. Niks werkt altijd. Hè? Dus begin ook van, als je hem direct bespreekbaar maakt, wordt die weerstand dan minder. Heb je het idee dat die weerstand langzaam uitdooft? Gaan die studenten echt aan de slag met de opdracht die ze hebben? Houden ze zich beter aan het groepsklimaat? Opdracht aanpassen, onderzoeken of die weerstand terecht is. Goede interventies die je daar prima voor kunt gebruiken. En toch ook weer eens met zo'n voorzitter, met elkaar rond de tafel van, kan ik je ergens mee helpen? Als je echt met duidelijke rollen in een groep werkt, waarin je een voorzitter hebt of een procesbewaker, neem die voorzitter en die procesbewaker eens uit die groep en vraag of je ze ergens mee kunt helpen, of dat ze herkennen, daar begint het mee, herkennen zij dat die groep wat moeilijk tot actie komt en waarmee zou je ze kunnen helpen als interventie? Een laatste vraag die ik aan jullie zou willen stellen en die heeft te maken met pestgedrag. Op het moment dat je het idee hebt dat een student wordt buitengesloten, wat ga je dan doen? Altijd hele lastige situaties, maar wat ga jij doen als docent? Waar ligt jouw voorkeur om een vervolgstap te zetten? Het is een hoop tekst, dus ik laat jullie ook weer even lezen. En ook daarbij weer de vraag, waarom zou je dat doen? Ja, en bij al deze opmerkingen zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden die je kunt gebruiken. En de groep extra in de gaten houden, 26% van jullie geeft dat aan, dat is een hele verstandige. Wat speelt er nou precies? Jullie zagen me al een beetje scrollen, ik ga zo meteen wat sneller door mijn dia's heen, niet, omdat die anderen niet belangrijk zijn, maar daar zit veel herhaling in van de vorige keer. Maar die groep in de gaten houden en zorgen dat je in de smiezen hebt van wat speelt er nu precies? En klopt mijn interventie? Dus het bespreken van mijn vermoeden met die betreffende groep. Ik vraag me af of dat je dat direct moet doen, maar kijk wel heel goed welke interactie dat je ziet. Een andere opdracht geven, een indirecte interventie, zodat er meer interactie zou moeten gaan ontstaan, is denk ik ook een verstandige. Want op die manier krijg je die studenten met elkaar aan het werk. En door die interactie zul je zien dat er andere relaties gaan ontstaan. Even afwachten is ook nog niet zo'n hele gek. Hè? Bij pesten, als je dat heel direct bespreekbaar maakt of buitensluiten, kan dat ook meteen een heel negatief invloed hebben op de sfeer. Dus ben wat terughoudend, ook met direct te interveneren. En ik wil jullie meenemen even in dit plaatje, de School-Wide Positive Behavior Support. Een concept wat we al lang hanteren in verschillende interventies. Effectieve interventies voor iedereen onder in die piramide. Zorg dat het pedagogische klimaat, dat de harde structuur, dat de interactie, de verwachtingen helder zijn voor iedereen. Want als die verwachtingen helder zijn, en het pedagogisch klimaat is helder, dan voorkom je heel veel problemen al in de beginfase. Als dat niet voldoende leidt tot positieve groepsvorming en tot een positief klimaat, kijk dan naar doelgroepinterventies voor een beperkte groep in een beperkte tijd. Die doelgroepinterventies zijn kortdurend voor een beperkte groep.
En een van de doelgroepinterventies die je zou kunnen doen is een groepje studenten die last heeft met de interactie. Hè, dit is een oppervlaktestructuur. Trainen in de roos van Leary. Hier zie je de roos van Leary, boven- en ondergedrag. Dus de mensen die naar boven communiceren, die lokken ondergedrag uit van hun medegroepsgenoten. En tegengedrag, dus links in het schema, lokt tegengedrag uit. Dus als je veel weerstand hebt, veel botsing, veel conflicten, neem ze eens mee in een tijdelijke training, communicatietraining in die groep van Leary, in die roos van Leary. En laat ze gewoon eens oefenen met hoe werkt tegengedrag en hoe werkt samengedrag. En wat verstaan we onder samengedrag en boven samen in plaats van boven onder. Hè? Dus op die manier kun je in die piramide van positive behavior support doelgroepinterventies kortdurend tijdelijk inzetten. En het kan ook zijn dat het heel veel gaat over de harde structuur. Hoe geef je nou vanuit de rol van voorzitter, de rol van tijdbewaker, de rol van notulist, wat verwachten we daarin? Hè? Dus dan leer je de studenten in die rollen samenwerken. Dat is een tijdelijke interventie op de harde structuur, zodat ze weten wat ze van je verwacht wordt. En de bovenste punt gaat echt over individuele interventies. Dus iemand met faalangstig gedrag, die zou je misschien wel kunnen doorverwijzen naar schoolmaatschappelijk werk of het zorgteam om die faalangst aan te pakken. Want het negatief opstellen in een groep kan ook individuele problematiek in zich schuilen. Als het goed is, wordt het aantal studenten wat hier betrekking toe heeft, wordt naar boven in die piramide steeds kleiner. Dus kijk ook goed op wat voor niveau gaat het voor de hele groep, gaat het voor een gedeelte van de groep of voor individuele studenten, maak ook die afweging op een goede manier met elkaar. Want op het moment dat je een interventie doet voor een hele groep, die eigenlijk maar voor een beperkte groep geschikt is, zul je ook zien dat een aantal studenten gaan afhaken. Deze slaan we even over, de perverse driehoek. Ik wil met jullie ook nog kijken naar zo'n escalatieladder. Ik zag laatst in het NRC bij Japke D. Bouma, de taalpurist van het NRC, die dat begrip escalatieladder met de grond gelijk maakt. Wat doen we daar toch moeilijk mee? Het is toch een interessant onderwerp om eens met elkaar te bespreken. Van wat zijn nou de signalen die we oppakken? Wat is de trigger? En zie je de agitatie langzaam maar zeker in zo'n groep toenemen? Waar grijp je op in en hoe snel grijp je op in? En die tijd die kan in één keer heel snel gaan. Hè? Van een kleine trigger naar het escaleren tot flink ordeverstorend gedrag. Dat kan heel snel gaan. Dus zorg dat je je voelsprieten aan hebt staan, zodat je tijdig met die groep in gesprek kunt gaan om te dempen. De de-escalatie daarin belangrijk is. Dit is een hele uitvoerige escalatieladder met heel veel gedragsvoorbeelden. We gaan ook deze presentatie weer delen. Dat heb ik nog niet gedaan. Voor volgende week zorg ik dat alle webinars van september online staan, zodat je ook dit soort plaatjes kunt gebruiken. Maar dit soort voorbeeldgedrag kun je echt heel mooi zien van wat is er nu aan de hand? Zit ik nog in de win-win fase of zit ik al in de win-lose fase? En dan ga je langzaam maar zeker naar dat pestgedrag toe, dat studenten echt elkaar pesten. Dat wil echt zeggen dat je de ander beschadigt. Hè? Dat is anders dan plagen, dan heb je niet zozeer de intentie om de ander te beschadigen. Bij pesten gaat dat echt aan de hand zijn. Hè? Dit plaatje, wij zijn allemaal goed. Dat heb ik vorige week laten zien, hè? De zondebok. En er is er één die is slecht en die moet zo snel mogelijk uit die groep verwijderd worden. Nou, dat zijn van die situaties die je wilt voorkomen. Ik wil met jullie toch even nog wat inzoomen op dat pesten. En dat is in alle gradaties. En niks is natuurlijk meteen dat je ermee aan de slag moet. Toch ook voor iedere docent met ordeverstorend gedrag, wat neigt naar pesten, naar buitensluiten, naar de zondebok situatie, wil ik met jullie kijken van wat kan je daar aan doen en wat moet je ook zeker niet doen. Wat je in ieder geval moet doen, is luisteren naar de student gepest wordt, die bij jou het signaal geeft of waarvan jij het vermoeden hebt dat die wordt buitengesloten. Maak dat wel bespreekbaar. Hè? Dus
Als je het vermoeden hebt dat, maak dat bespreekbaar. Luister naar die student en neem die student serieus. Ben wel voorzichtig met het verhaal van één kant. Dus ga echt op onderzoek uit, wat speelt er nog meer? En vanuit welke perspectieven kunnen we nog meer naar deze situatie kijken? Ga samen met die student, of misschien wel een groepje studenten, op zoek naar mogelijke oplossingen. Wat denken jullie dat er aan gedaan kan worden? Wat verwacht je van ons dat wij eraan gaan doen? Wat zou je er zelf aan kunnen doen? Wat heb je al geprobeerd? Wat werkt wel, wat werkt niet? Dus ga samen, vooral dat samen, ga samen met die student naar oplossingen zoeken. En als je die oplossingen hebt geformuleerd, dan kom je in actie. Fight or flight. En dat fight, je kunt ook freeze, maar dan doe je eigenlijk niks. Dat is eigenlijk niet de situatie die je zou willen hebben. Maar als je in actie komt, ben dan heel transparant en congruent met de afspraken die je in stap 2 gemaakt hebt met die student. Dus bijvoorbeeld geef de informatie door aan andere docenten. Of aan de SLB'ers of de LOB'ers die daar ook nog een verantwoordelijkheid voor hebben. Geef je informatie ook door in samenspraak met die student. Dus je roddelt niet over die student, maar je zegt tegen die student, ik ga dit doorgeven aan het zorgteam. Is dat akkoord voor jou? Dus vraag ook toestemming aan die student. Ben wat voorzichtig met directe actie. Dus ga niet meteen in de actiestand. We gaan het gesprek aan met degene die pesten en nu moet het ophouden en stoppen. Nee, ben daar wat voorzichtig en terughoudend in. En als je dan in gesprek gaat, doe dat op het moment dat dat ook akkoord is voor degene die buitengesloten wordt of die gepest wordt. De laatste, dat is de vluchtreactie. Op het moment dat je ziet dat er geen verbetering in de situatie ontstaat, probeer dan die student uit de situatie te halen. Breng hem in een andere groep, in een andere klas, in een andere situatie. Maar zorg dat die situatie stopt. Want de beschadiging van pestgedrag is enorm of kan enorm zijn. Wat doe je zeker niet in deze situaties? Minimaliseren. Valt wel mee. Het gaat wel over. Misschien heb je zelf wel een verkeerde indruk van de situatie. Of maak je het zelf te groot. Ga niet minimaliseren. En dat zijn dus ook van die kwetsende uitspraken of dwingende adviezen. Dus je moet wat assertiever zijn. Of je moet ook wat beter voor je opkomen. Of jij lokt het ook wel zelf uit, dit gedrag. Of je ziet er ook wel een beetje gek uit. Allemaal van dat soort opmerkingen. Die maken de situatie alleen maar anders en maken dat die buitengesloten student zich ook niet gehoord en gevoeld wordt als serieus genomen. En de laatste, die is ook heel belangrijk en soms hebben we daar wel wat de neiging toe om zelf het heft meteen in handen te nemen. Van potverdorie, nou moet het echt klaar zijn. Ik ga meteen die pesters of die anderen die allemaal zichzelf zo geweldig vinden meteen direct aanspreken. Ik roep ze bij me, nu is het klaar. Wat je daarmee creëert is dat degene die buitengesloten wordt of die gepest wordt, toch als een soort van klikspaan gezien wordt. En daarmee bevestig je eigenlijk het pestgedrag en wordt het misschien buiten jouw gezichtsveld alleen maar sterker. Dus ben daar voorzichtig mee, want anders lopen we met elkaar in de fuik van dat het gedrag alleen maar sterker wordt. Nou, dit een beetje van ordeverstorende gedragingen. Er zijn nog heel veel ook iets over regels te zeggen. Ik heb natuurlijk nog veel meer dia's. Veel hebben we al in de afgelopen maand aan de orde gehad. Maar ik vond het toch prettig om ook bij jullie casuïstiek wat proberen aan te sluiten. En zo meteen in de Zoom-sessie, die meteen hierna is, met deze Zoom-link, kunnen we daar nog wat op doorpraten. Of als je nog wat vragen hebt. Aarzel ook niet om ons te mailen als je nog vragen hebt van goh, wat zou mijn interventie kunnen zijn. En dan hebben we nog wat mogelijkheden om over die groepsdynamica door te praten. Dus dat doen we zo meteen. De aftertalk voor wie wil. En vanaf volgende maand gaan we in op de didactiek. Dus dan laten we de groepsvorming voor wat die is. En dan gaan we naar didactische principes. High impact teaching, bouwstenen, instructietheorie en dat soort. Ook hele interessante thema's, maar weer al anders dan deze. Tot zover voor vandaag. Ik hoop jullie zometeen, meteen aansluitend, te zien in de Zoom-sessie.
Ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is in je eigen tijdsplanning. Maar voor wie wil, van harte welkom. En anders tot volgende week. Tot ziens.